Ja, ja. Goedemorgen iedereen, van harte welkom ook thuis voor degenen die ons meevolgen via internet. Zeer, zeer hartelijk welkom, ook de bezoekers in ons midden. Fijn dat we met elkaar hier mogen samen zijn en de Heer mogen grootmaken. Daarom zijn we hier vanmorgen, om Hem alle eer te geven, om Hem te aanbidden, om Hem te prijzen voor wie Hij is en voor wat Hij gedaan heeft. En dat mag vandaag ook. Ja, speciaal voor de Heere uitbloeien als broeders en zusters, dat we hier komen voor Hem en niet voor ons, maar dat het mag zijn tot eer van Zijn naam. Laten we gaan kijken naar een video. Beste mensen, ik sta hier in Middelburg. Mijn naam is Christian Verhoerd en ik heb... Beste mensen, ik sta hier in Middelburg. Mijn naam is Christian Verhoerd en ik heb hier een concert gehad vanavond samen met mijn band. Dat is voor jullie aan de andere kant van de grens, maar ik wil je bij deze uitnodigen voor een concert bij jullie in de buurt. Ik hoop in Genk te komen op 17 oktober. Dat duurt nog even. Dan kom ik samen met mijn band en dan hopen we een hele mooie avond te hebben met eigen liedjes, luisterliedjes, met de verhalen daarbij. Nummers die je opbouwen in het geloof. Waar je hopelijk wat aan hebt in je eigen leven. En ik wil je daar dus van harte van uitnodigen. Het duurt nog even, maar zet het in je agenda. 17 oktober, dan komen we aan jullie. Vanmorgen in de dienst van de Heer. Laten we gaan rechtstaan voor God. 784. Dat alles mag zijn tot zijn eer. En dat we hier mogen zijn om Hem te bezingen. Om Hem te danken. Om Hem te aanbidden. Om Hem groot te maken. Dat we dat mogen doen met een hart dat uitgaat naar onze God. 784. Laat alles in dit huis zijn tot u.
soldaten heeft. Juich voor onze Heer, elke hand strekt zich uit. Naar de hemel tot u heeft de hoogste plaats. En u hebt alle macht. Laat alles in dit huis zijn tot u. Naar de hemel tot u weer, u heeft de hoogste plaats. En u hebt alle macht, laat alles in dit huis zijn tot u weer. Alles wat adem heeft, juicht voor onze Laten we vanmorgen onze hoofden buigen en ook deze dienst aan de Heer opdragen. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we hier mogen samen zijn met broeders en zusters, Heer. Dank u wel, Heer, dat we dit mogen doen, Vader, om u alle eer te brengen, Heer, om u te danken, om u te aanbidden, Heer. Heer, omdat u ons hebt bevrijd, Vader. U hebt ons vanuit die duisternis gehaald, Heer. U hebt ons geplaatst in die licht, Heer. En dat licht van u, Vader. Heer, en wat een wonder, Heer, om dit te mogen ervaren, Vader. Heer, dat onze ogen mochten geopend gaan, Heer, en mogen zien, Heer, wie u bent, Vader. Dank u wel voor die grote wonder dat u gebracht hebt op Golgotha, Vader, en dat we daardoor, Heer, die vrijheid hebben, Vader. Die weg naar u is open, Heer. Heer, en we moeten niks meer zelf doen, Vader, maar u hebt alles voor ons gedaan, Heer, en daarom willen we u danken vanmorgen. Daarom willen we samenkomen. Daarom willen we uw woord open doen, Heer. En Heer, we willen u bidden voor uw zegen, Vader. Heer, ook als uw woord open gaat, Heer, dat ons hart, Heer, mag ontvangen wat we nodig hebben. Heer, wilt u ons helpen, Heer, ook alles eruit te halen wat niet goed is, Heer. En Heer, dat we het voor uw troon van genade brengen, Vader. En dat we leven tot eer en glorie van uw naam, Heer. En dat we, ja, Heer, een licht mogen zijn in deze wereld, Heer. Heer, dat we vasthouden wat we hebben. En dat we niet meegaan met de wereld, Heer. Niet meegaan met wat u niet goed vindt, Vader. Wilt u ons daarbij helpen, Heer? En we bidden u vanmorgen dat iedereen de zegen mag ontvangen die hij nodig heeft, Heer.
Heer, u kent ieder hart die hier aanwezig is, Vader. Ook diegenen die thuis zijn. Heer, u kent alle ellende, alle miserie, Heer. U weet alles wat er gebeurt, Heer. En soms hebben we van die vragen en dat we zeggen waarom, Heer. Heer, maar wij weten vanuit uw woord dat u alle dingen te goede laat meewerken voor diegenen die u lief hebben, Vader. Heer, daarom bidden we uw zegen in Jezus' naam, Heer. Amen. Amen. Gemeente, als ik zo'n Gods woord was aan lezen, dan kom ik op Matthäus 5 terecht. En daar staat een vers, of dat begint in vers 13. Dan staat er het zout van de aarde en het licht op de kandelaar. En ik denk dat we vandaag, de dag waarin we leven, gelijk dat de Heer Jezus zegt, we zijn een zout in deze wereld. En dan zegt hij, u bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen te worden en door mensen vertrapt te worden. En als we dat vasthouden, dat hier Jezus dat zegt, dat we een zout zijn in deze wereld, hoe gezout zijn we nog vandaag in deze wereld? Proeft de wereld nog of de mensen rondom u heen wie de Heer Jezus eigenlijk wel is en wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft? Als je zoveel ellende hoort en zoveel miserie wat op je afkomt, ook binnen de gemeentes, hoort je dat. En dan moeten we onze verantwoordelijkheid nemen. En ik denk dat we echt moeten beseffen wat dat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft vandaag. En we worden opgeslorpt door zoveel dingen. En toch roept de Heer ons op. Wij zijn een zouter aarde en laten we dat laten proeven aan onze buren, aan onze vrienden, aan onze collega's. Dat we mag weten wie de Heer Jezus is. Want er gaat een wereld verloren zonder de Heer Jezus. En het is onze plicht, maar ook ja, God heeft het in ons hart gelegd. We zijn tot die besef mogen komen. Wat een genade. Wat een genade is dat. Dat de Heer God ons heeft aangeraakt. Laten we dat niet zomaar uitdoven, maar dat we onze verantwoordelijkheid nemen. En dan kom ik op dat lied 467. Zend uw vuur, wij zijn zout en licht. En ik denk dat we dan ook onze hart moeten openstellen als de Heere wilt zegenen. En dat we willen gaan voor de Heere, want anders gaat de Heere God niet zegenen. We kunnen zingen zo hard als we willen, maar als we onze hart niet open doen, als we niet wandelen voor de Heere God, dan gaat God niet zegenen. Vergeet dat maar. God is geen jackpot. Of ergens waar je aan trekt en nu wil ik u zegen hebben. Zo werkt God niet. Ik denk dat we onze hart echt moeten openstellen en dat we op onze knieën moeten gaan en dat we een voorbeeld moeten zijn voor iedereen. En dan mogen we met ons hart, met een open hart zingen. Heer, wilt u zegenen, want wij zijn het zout van deze wereld. Amen. Zout en wij zijn licht, waar elke thuis gemaakt voor zweet. Gods liefde spoort ons aan om de wereld in te gaan. Met de boodschap die bevrijdt, delen wij genade uit, opdat u wil geschieden. Openbaar uw koninkrijk met kracht. O, kom met kracht. Stort uw zegen uit over deze stad. Zend uw vuur. Stort uw regen uit over deze stad. Zend uw vuur. Als wij u aanbidden, breekt de vloeken, zend u weer. Hoor ons als wij bidden, zend u zegen, zend u weer. O, zend u weer. Heer, over on het graf, u die ons nu
de vloek die bent, die de natieën verblendt. Zend ons in uw naam. U bent opgestaan en u regeert. Heer, u regeert. Zorgt u zegen uit over deze stad. Zend uw vuur. Stort uw regen uit over deze stad. Zend uw vuur. Als wij u aanbidden, breekt de vlok en zend uw vuur. Hoor ons als wij. Spoort ons aan om de wereld in te gaan. Met de boodschap die we brengt, delen wij genade uit, opdat u wil geschiet. Openbaar uw koninkrijk met kracht. België, zend u vuur. Stort u zegen over België, zend u vuur. Als wij u aanbidden, brengt het vlok en zend u vuur. Als zend u nog zo'n mooi lied, gemeente. 498, alleen door u. Een stad met gouden straten. En dit is onze toekomst. Dit is wat ons te wachten staat. Er komt een tijd dat we in die stad mogen wonen, omdat God ons heeft vrijgekocht. En wat een mooie toekomst die er ons staat te wachten. En dan mogen we ingaan, die dag, als die dag aanbreekt, mogen we ingaan in die heerlijkheid van de Heer. Dat we bij hem mogen zijn in die stad met gouden straten. En als we er over ons eigen over moeten nadenken, ons eigen verstand, onze eigen gedachten, dan kunnen we daar niks op plakken. En iedereen heeft zijn gedachten erover. Maar ik denk dat als die dag aanbreekt, dat we allemaal met onze mond openvallen wat de Heere God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. En dat mogen we weten vanuit zijn woord. Dan die dag breekt aan en dat mogen we vasthouden. En laten we zo ook wandelen in de Heere met de oog die naar die toekomst kijkt en hem mogen danken daarvoor. 498, een stad met gouden straten. Er is een stad met gouden straten, vol van Jezus heerlijkheid. Er is een weg die daarin leidt, daar is leven in eeuwigheid. Alleen door u, alleen door u, alleen door u tot uw liefde zo groot. Nooit meer rouw, nooit meer tranen, nooit meer lijden, nooit meer nood, nooit meer pijn, nooit meer ziekte, nooit.
Altijd wijn die blijft stromen op het grote bruiloftsfeest. Alleen door u, alleen door u, alleen door uw dood, uw liefde zo groot. Al de schuld is afbetaald. Voorbereid op de bid stond, wat we onze broeders en zusters bij de Heere mogen brengen. Ook de familie Kortzorg bij de Heere mogen brengen. Ook daar hebben we niet zo goed nieuws ontvangen. Veel sterkte, broeder. Het is niet zo fijn als je die dingen hoort, maar laten we ook zo elkaar bij de Heere opdragen. Maar laten we nog een lied zingen, 802. Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn hart, hier is mijn hart, spreek u waarheid binnen in mij. Hier is mijn hart, hier is mijn hart, Heer. Spreek u waarheid binnen in mij. Ik ben van u. Herstel, een nieuw begin.
Vader, dank u wel, Heer, dat we ook deze momenten mogen hebben met elkaar, Vader. En dat we elkaar mogen opdragen, Heer, in u, Vader. En we vragen u, Heer, ook... Heer, wilt u ons nabij zijn, Vader, ons de kracht geven, Heer, om door te gaan, Vader. Om gelijk als zij, Heer, dat zoutje mogen zijn, Heer, in deze wereld. Wilt u mij gebruiken, Heer, wilt u elk van ons gebruiken. Dat alles mag zijn tot eer van uw naam, Vader. Heer, zo wil ik u ook speciaal bidden voor onze broeder. Heer, Michael, Vader, die ook... ook in een moeilijke periode zit, Heer. Ik wil u bidden voor zijn familie, Heer, voor Michael zelf. Heer, dat daar rust mag komen en dat ze zich mogen gedragen voelen. Heer, door alles heen, Heer, en weten dat u daar bent, Vader, en dat u alles vasthoudt, Heer. En dat we bij u terecht mogen komen. Met al onze vragen, met al onze moeite, maar ook met al onze dank, Heer. Dank u wel, Vader. Amen. Thank you.
gemeente, we gaan offeren. Met lied 685. Gelijk je al hebt mogen zien in de mededelingen, gaan we terug van start met de offerzak. Probeer ook een beetje op te letten dat je de offerzak niet aanraakt. We moeten proberen een beetje ons aan de regels te houden. Dan gaan we dat doen met 685. Hosanna,
Vader, we danken u. We danken u, Heer, dat u ons zoveel geeft, Heer. Heer, alles is van u. Alle grondstoffen, alles wat geschapen is van u, Heer. En ik dank u dat we iets mogen terugschenken, Heer. En wilt u dit zegenen, Heer, dat het tot opbouw van uw koninkrijk mag zijn, Heer. Ter ere van uw naam. Dat wil ik u in Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan nog één lied zingen en dan gaan we luisteren naar Jannes. 669 Adonai, Heer van de eeuwigheid. Goedemorgen allemaal. Fijn om hier bij u te zijn deze ochtend.
andere setting een beetje, maar dat is overal, hè? Ook in Genk. Maar toch is het bemoedigend om te mogen samen kunnen komen en ook God te loven en te prijzen en te delen uit zijn woord en opgebouwd te worden door zijn woord. Nu, als thema voor vanmorgen heb ik hoop voor de toekomst. Als u zo eens een keer op een rijtje zou zetten van wat is het nu verschil voor iemand die wel gelooft en voor iemand die niet gelooft. Wat zijn dan de verschillen? En daar kun je wel heel wat dingen opnoemen. Er zijn ook wel dingen die niet anders zijn. Vanmorgen werd even gedeeld over moeite die we in het leven krijgen en zorg. Het is niet zo van als je christen bent of als je gelooft, is alles opgelost. Maar wat is dan wel het verschil? En ik hoop u vanmorgen een beetje mee te nemen in het grote verschil is hoop. Hoop voor de toekomst. We mogen hopen voor vandaag dat dingen wat beter mogen gaan. Mijn vrouw is een paar weken terug een zware operatie gehad. En dan ben je elke dag dankbaar als het wat beter gaat. Maar dat is maar een beperkte hoop op kleine dingen. Maar dit vanmorgen gaat over de hoop van de toekomst en in de toekomst. En we gaan zo meteen lezen uit 1 Thessalonicenzen. Maar ik wil even ter inleiding om bij ons stukje te kunnen komen toch iets delen over deze gemeente. Paulus stichtte deze gemeente in Thessalonica toen hij op zijn tweede zendingsreis was. En nadat hij een visioen van die Macedonische man had gekregen, nam hij de oversteek en kwam hij naar Europa. En toen kwam hij in Filippi en zo een aantal plaatsen. En eigenlijk in Thessalonica, waar hij maar heel kort kon zijn, maar toch het evangelie heeft mogen brengen. En ze hebben dat aanvaard en daar ontstond een eerste groep mensen, christenen, gemeente. Maar Paulus is daar misschien maar een aantal weken geweest. En dan moest hij wel weer verder, want hij werd vervolgd, werd eigenlijk de stad uitgejaagd. En hij ging nog een paar plaatsen verder om uiteindelijk dan in Athene uit te komen en later in Korinthe. En vanuit die plaats heeft hij dan even teruggeschreven naar Thessalonica. En zo hebben we die brief zo voor ons. En misschien was dat maar een jaar later, nadat hij daar in die gemeente geweest was, dat hij deze brief heeft geschreven. En als je het begin van de Thessalonicense brief leest, dan heb je het gevoel dat de gemeente een fijne, stabiele gemeente is, maar dat er iets ontbrak of iets wat zwak was. En hij begint zijn brief met zonder ophouden, denk aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus voor het aangezicht van onze God en Vader. Zo begint hij in vers 3 van het eerste hoofdstuk. Hij zegt, het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop. Geloof, hoop en liefde. Drie elementen die belangrijk zijn om een christenleven, een gemeente in balans te houden. Maar even later proeven toch dat hij vooral zich richt in deze brief op die hoop. Die hoop is er wel, maar daar zijn wel dingen waar men nog niet zo duidelijk mee weg is. En straks als ons gedeelte lezen, snapt u heel goed waarom ik dit zo zeg. Maar het gaat dus over balans. En als je dan even in hoofdstuk 1 verder leest, vers 9 en 10, dan staat er, want zij vermelden zich over ons, hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemel te verwachten die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Dus hij zegt dan eigenlijk, als ik van jullie hoor, dan hoor ik drie dingen. Dat jullie het duidelijk bekeerd hebben van jullie afgoden en dat jullie de waarachtige God zijn gaan dienen en dat jullie de komst van de Heer Jezus verwachten. Weer drie elementen, waren geloof, hoop en liefde. En hier is het bekering, dienen, verwachten. Balans in uw leven, balans als gemeente. Zijn deze drie elementen aanwezig? Want als er een van de drie wat zwak is, ja, dan is dat onwankel. En dat is wat Paulus in deze brief probeert te doen. Hij zegt, die dingen zijn bij jullie aanwezig. Jullie hebben het in je, maar dit heeft wat meer aandacht nodig. Dit betekent ook dat wij als gemeente moeten oppassen dat wij niet alleen de bekering verkondigen. Dat is heel goed, dat is de eerste, bekering.
Maar dat we ook oproepen om de almachtige God te dienen. Een volger van Jezus. En daar zijn we misschien als Vlaamse evangelische wat minder sterk in de verwachting van de komst van Jezus Christus. Toekomstgericht. Je zou kunnen zeggen, het verleden, het heden en de toekomst. Dat we duidelijk weten dat we ons bekeerd hebben van ons verleden. Dat we gestopt zijn met zonder God te leven. We hebben voor God gekozen. En dat we uitzien naar hetgene wat komt, de toekomst. Het beste gaat nog komen. En dat ons heden daardoor bepaald wordt. Dus dat we achterlaten wat daar geweest is. We hebben ons bekeerd daarvan. En dat we ons uitstrekken naar hetgeen dat komt. En zo leven wij vandaag. Zo willen wij hem dienen. En dat is hoop hebben. Dat je vandaag leeft vanuit een hoop gericht op de toekomst. En verlost van het verleden. Dat is God zijn verlangen. Voor u, voor mij. En dat is de boodschap die we als gemeente ook elke keer moeten uitdragen. Een oproep tot bekering, helemaal. Maar ook een oproep om te volgen in de verwachting dat Jezus Christus gaat terugkomen. De wederkomst is nabij. Nu, dan lezen we in de eerste hoofdstukken dat Timotheus zich wat zorgen maakte om die gemeente. Die jonge gemeente die hij heel snel heeft moeten stichten. En hij vroeg zich af of ze wel stand hielden in de vervolging die daar heel sterk was. Als ze uitkwamen dat ze gingen geloven, dan was daar vervolging. En hij stuurde Timotheus om te kijken hoe het met die gemeente ging. En we lezen aan het begin van die hoofdstukken dat Timotheus terugkomt en dan wordt Paulus enorm bemoedigd. Want ze houden stand. Want ze blijven staan. Ze zijn sterk genoeg om die vervolging te ondergaan in de overtuiging dat God bij hen is. En dat bemoedigt Paulus enorm. En dat is een beetje de grond van waar deze brief stuurt. En ik denk dat hij ergens tussen de regels door heeft geproefd van, maar wat die hoop betreft, daar wil ik nog wat meer aandacht aan geven. Want dat gaat jullie nog meer kracht geven voor vandaag om in die vervolging staande te blijven. En dan heeft hij daar in hoofdstuk 3 een prachtig gebed, vers 12 en 13. En u mogen de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u. Opdat hij uw harten zou versterken en onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Dus een oproep om vanuit het hart een heilig leven te leiden. Hem welgevallig, hem erend. En ook weer uitziende naar die komst. Want dan zal blijken in hoeverre wij zijn weg bewandeld hebben. En nu kom ik bij ons gedeelte in hoofdstuk 4, vers 13 tot 18. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4, vers 13 tot 18. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven bij de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Ik haal hier drie woorden uit, die toevallig allemaal met een O beginnen. Maar dan kunt u het makkelijk mee naar huis nemen. Waar ging het vanmorgen over? Onwetend, opstaan en ontmoeting. Dat zijn drie woorden in de tekst te voorkomen en daar wil ik een beetje deze tekst mee uit proberen te leggen. Het eerste woord is dus onwetend. Maar ik wil u niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Hier zie je
Gelovig, niet gelovig. Als je niet gelooft, dan is daar geen hoop naar de toekomst. Dan is daar geen hoop. En dan is de droefheid, als iemand ontslapen is, gestorven is, is die droefheid heel diep en groot, want dan is het gevoel van, het komt nooit meer terug. En Paulus zegt, ik wil niet dat jullie onwetend zijn. Het is net alsof Paulus zegt, ik heb jullie dit niet kunnen vertellen toen ik bij jullie was, maar dit is heel belangrijk dat jullie dit weten. Dat jullie die hoop zo zien zoals God dat bedoeld heeft. Je hebt het idee dat Paulus zegt, ik was toen nog niet klaar, het was nog niet af. Ik moest toen snel weer weg door die vervolging. Hij vult het als het ware hier nog een stuk aan. Ik wil jullie niet onwetend laten. Ik wil jullie vertellen wat jullie moeten weten. En misschien was het wel zo dat door de vervolging verschillende mensen uit de gemeente waren gestorven. En dat er een stukje radeloosheid was van, oh, hoe moet dit nu verder? Er was weinig hoop. En dat was de reden waarom Paulus zegt, ik wil jullie niet onwetend laten, want wij hoeven niet als hopeloze mensen te leven. Het is niet gemakkelijk als mensen ontslapen, als sterven. Maar er is hoop. Er is een toekomstverwachting. En ze moeten daar hoop uitputten. Zij die ontslapen zijn. Zij die gestorven zijn in het verleden. Over die mensen gaat het. Ik wil jullie niet onwetend laten over die mensen die ons voor zijn gegaan, die al gestorven zijn. Nu, in de theologie is er heel wat te doen, heel wat geschreven over hoe zijn wij nadat wij gestorven zijn. Zijn we bewust, onbewust, worden we ergens bewaard, zijn we echt helemaal dood en zullen we straks opstaan in een nieuw leven? Ik wil vanmorgen daar niet te veel bij stilstaan. Want het gaat vanmorgen over uitzien naar die komst van de Heer Jezus. Daar ligt onze hoop. Maar hier worden ze ontslapenen genoemd. En ten opzichte van de niet-gelovigen hebben wij hoop. Er is hoop. Onze toekomst is vol hoop. En dat is een zekerheid van hoop. En wat is die hoop? Jezus komt terug. En we zullen met hem verenigd worden. En met wij, dat is dan al degenen die al zijn overleden en wij die nog leven. Wij zullen samen met hem verenigd worden. Hij komt terug en we zullen met hem verenigd worden. Dat is de hoop waarop wij mogen staan, wat wij mogen vasthouden. En de opstanding staat daarin centraal. Zo kom ik bij mijn tweede O. Opstaan, de opstanding. Vers 14, want als wij geloven dat Jezus Christus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel, met een bezuin van God, neerdalen uit de hemel en de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Opstaan uit de doop. Dood. De hoop is gekoppeld aan overwinning over de dood. Opstaan uit de dood. Als wij geloven, zegt Paulus. En dat is niet van, hij twijfelt eraan, maar hij zegt, wij geloven toch met elkaar dat Jezus is opgestaan uit de dood. Hij is gestorven voor onze zonde. Hij is na 3 dagen opgestaan uit die dood. En dit is een feit. Dit is waarheid. Dit staat vast. Dit is gebeurd. En op diezelfde wijze, zoals dat in het verleden gebeurd is, zal God hetzelfde doen met al diegenen die gestorven zijn. Zij zullen op die dag opstaan, zoals Jezus is opgestaan uit de dood. Degenen die in Jezus ontslapen zijn. Je zou kunnen zeggen die met Jezus gestorven zijn, die in hem gekomen zijn doordat ze hun leven aan hem hebben gegeven. Ze hebben zich bekeerd, ze hebben hem gediend en ze hebben uitgekeken naar zijn komst. Deze mensen, dat is de zekerheid dat ze op dezelfde wijze zullen opstaan zoals Jezus uit de dood is opgestaan. Is dat niet een hoopvolle boodschap? De dood is niet het einde. Zij stierven en ze hadden een relatie met Jezus. Ze waren met hem verbonden.
En ze blijven met hem verwonden als het ware, ook in de dood. Denk aan de doop die zo'n prachtig beeld is. We sterven met hem, we gaan onder in die dood. Die eigen oude ik is dood. En we staan op in een nieuw leven. En dat is al een stukje begonnen. Maar dat gaat straks volledig werkelijk worden. En zeker als degenen die in hem ontslapen zijn, op zullen staan, werkelijk uit de dood. En voor eeuwig met hem zullen leven. En wij die niet gestorven zijn, die blijven achter tot de komst van de Heer. En de bemoediging zit hierin dat degenen die al gestorven zijn, zullen ons voorgaan naar hem tegemoet. Dat is de bemoediging. Dus als een broeder of zuster sterft, dan is dat niet fijn. Maar dat is meer niet fijn voor ons dan voor die persoon. Want voor hem gaat het beste komen. Maar voor ons is het een verwerking, een lege plaats. Maar we zouden ons elkaar moeten bemoedigen met die zekerheid en de hoop. Straks, als Jezus terugkomt, gaan zij ons voor hem tegemoet. En maar wij zullen hem ook tegemoet gaan. Tenminste, nu wij nog leven. Of we dus sterven of leven, wij zullen hem tegemoet gaan. En vers 16 en 17 verklaart dan hoe dit zal gebeuren. En letterlijk staat er eigenlijk, de Heere zal een bevel geven. En in mijn vertaling hier staat, een roep zal klinken van God uit. Maar het is daar eigenlijk letterlijk een bevel. Hij zal het bevel geven. En nu is het moment. Jezus, ga. En doden, sta op. God zal dat bevel geven. En er zal een stem zijn van een aartsengel. Maar voordat ik dat zeg, nog even terug die stem van God. Johannes 5, vers 25. Ik vond het zo prachtig om dat hier te combineren. Daar staat, voorwaar, ik zeg u, dit zegt Jezus. De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen. En dat wie hem horen, zullen leven. Want zoals de Vader het leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat hij de Zoon des mensen is. Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En ze zullen eruit gaan, zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven. Maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. De stem zal klinken. En de mensen zullen het horen die daar dood liggen. Zij zullen zijn stem verstaan en zullen daarop reageren door op te staan uit de dood. Hoe bijzonder. En het tweede dus, een stem van een aartsengel. Er zal nog een stem klinken waar een engel zal roepen. We weten niet wie. Ten derde zal de bazuin van God klinken. Ik weet niet of u wel eens een echte bazuin hebt gehoord, op zo'n hoorn. Maar zelfs bij een trompetgeschal, dan krijg ik al rillingen over mijn lijf. Dat is zo'n doordringend geluid. Maar als Jezus gaat terugkomen, dan zal dat geluid daar klinken. Dat zal een sein zijn van, nu is het moment. De Heere zal neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan, weer levend worden. De bazuin zal klinken en dan gaat Jezus komen. De Heer zal neerdalen uit de hemel. En de doden zullen opstaan. En zo kom ik bij mijn derde O, ontmoeten. Vers 17, daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de lucht, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Een ontmoeting met de Heere in de lucht. Denk even terug aan hemelvaart. Als Jezus naar de hemel gaat, staan daar twee engelen. En die zeggen, deze Jezus zal op dezelfde manier terugkomen. Hij ging met de wolken en hij komt met de wolken. Hij zal terugkomen. En als hij terugkomt, zullen wij hem
tegemoet gaan. Er zal een ontmoeting zijn in de lucht. We zullen hem als het ware tegemoet gaan als Jezus komt. Nu, het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, gaat over een bepaalde gewoonte die in die tijd zo een gewoonte was. Als er een hoge gast de stad ging bezoeken, hè, dus de stad maakte dan zichzelf klaar voor het hoge bezoek wat ging komen, en dan ging men hem officieel buiten de poorten tegemoet en ging met die persoon mee de stad binnen. En zo verwelkomden zij eigenlijk de belangrijke gast. Datzelfde woord ontmoeten, zoals ik het nu omschrijf, wordt ook gebruikt bij de 10 maagden. Daar wordt hetzelfde woord gebruikt. De 10 maagden die de bruidegom tegemoet gingen, wachten om dan samen met hem het feest binnen te gaan. Het is hetzelfde woord bij de intocht van Jeruzalem. Als Jezus daar op die ezel binnenkomt, dan staat ook weer de ontmoeting, vond buiten de stad plaats. En daar werd alles klaargelegd om de koning der koningen binnen te halen in de stad. Dat woordje ontmoeting wordt hier gebruikt in Thessalonicenzen. Als Jezus terugkomt, gaan we hem tegemoet en gaan we met hem de stad in. Het eeuwig leven in, het leven met hem. Dan zullen we voor altijd met hem zijn. Dus een klein vraagje misschien die wel bij u speelt van, ja, hebben we hier nu alleen maar met de opname van de gemeente te maken, of gaat het hier werkelijk om de wederkomst van Christus? En dat is een lastige. Maar als ik het woord ontmoeten lees, zoals die ook in die antiteksten gaat, dan heb je de indruk dat die opname vlak voor de wederkomst van Jezus gaat gebeuren. Misschien zit daar 7 jaar tussen. Voor mij is dat geen hoofdzaak. Voor mij is dat niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat we weten, hij komt terug. En wij gaan hem tegemoet. Keith Green, een gospelzanger die ik enorm heb gewaardeerd in mijn leven, die zei iets heel aparts over de opname en over die 7 jaar. Hij zei, pray for pray and go for post. Wat bedoelt hij daarmee? Hij zegt, bid maar dat we voor de verdrukking, die 7 jaar verdrukking, worden opgenomen. Bid maar dat we daarvoor worden opgenomen. Maar leef in de gedachte van, misschien moet ik het door. Maar met hem ga ik het door. Ga ervoor. Ga voor de bereidheid om voor hem te willen lijden en te sterven zelfs. En dat is misschien wel de juiste houding die wij moeten hebben. Maar het belangrijkste is dat wij hoop putten uit die ontmoeting met hem. Paulus wilde dat de gemeente niet meer ontwetend was. En de opstanding geldt ook voor ons, want wij zullen hem tegemoet gaan. En diegenen die ons slapen zijn, zullen ons voorgaan. Maar Jezus komt terug. En wat moet hij mee doen? Dat is het laatste vers. Vertroost elkaar met deze woorden. En het woordje vertroosten is een zwakke vertaling. En dat is het probleem. Je hebt soms Griekse woorden die niet te vertalen zijn met één woord in het Nederlands. Want het woord parakleo, wat daar gebruikt wordt, betekent bemoedigen, vertroosten, vermanen, bijstaan, helpen. Dat zit allemaal in het ene woord. En dat is misschien ook wat we moeten doen. Dat we dit gedeelte als een bemoediging voor elkaar laten zijn, maar ook soms als vertroosting als er verdriet is. Een vermaning, omdat we het misschien even kwijt zijn en niet meer zo op die hoop gericht zijn. Maar dat we elkaar ondersteunen met deze boodschap. Hij komt terug. Er is hoop. Er is een hoop voor de toekomst. Daarom vertroost, bemoedig, vermaan elkaar met deze woorden. Het beste gaat nog komen. Dit tijdelijke zal overgaan in het eeuwige. En daarom vertroost en bemoedig elkaar met deze woorden. Amen. Ik wil met jullie bidden. En misschien mag ik jullie ook wel vragen om direct recht te gaan staan, want ik wil ook een zegen uitspreken. En dan hebben we nog een prachtig slotlied.
Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat we mogen weten dat als we ons bekeerd hebben, dat het verleden verleden tijd is. En dat we mogen uitzien naar die toekomst, dat er hoop is voor de toekomst, omdat u terug gaat komen, dat we u zullen ontmoeten daar in de lucht. Of we nu sterven of nog leven. En dat dat ons leven vandaag mag bepalen, in alles. Heer, en dat is niet bedoeld als een gemakkelijk iets zo van, ja, kijk maar wat meer naar de toekomst. Maar Heer, help ons om die toekomstverwachting, die hoop, te integreren in ons dagelijks leven met u. In onze worstelingen, onze zorgen, onze moeite, onze strijd. Dat die niet bepaald wordt door het heden alleen, maar wordt gedragen door die toekomst, die hoop die in u is. Heer, en ik bid dat we dat elkaar ook mogen elke keer onder de aandacht brengen die in balans is. Die ook kijkt naar die toekomst. Heer, we bidden zo om uw zegen daarin. En zo, gemeente van Jezus Christus, wil ik u zegenen in de naam van God de Vader, de Schepper. Hij die zal bevelen, zal roepen als het zover is. Ik wil u zegenen in de naam van de Heer Jezus. Hij die terugkomt, onze Verlosser, onze Redder, onze Heiland. En ik wil u zegenen in de naam van de Heilige Geest, de Parakleet. Hij die ons bijstaat, ons vertroost, bemoedigt en helpt. Wees gezegend door deze drie enige God. Amen. Lied 518 is het slotlied wat we samen willen zingen. Heer, u doorgrondt en kent mij. Steeds bij mij.
Ik wens u een gezegende week. Wees tot zegen en ontvang Gods zegen.